We staan hier op Dutch E-commerce Dinner bij Kasteel Kerkenbos hier in Zeist. Dit is de tweede editie van dit evenement wat we organiseren. Het is echt een e-commerce evenement voor alle belangrijke e-commerce spelers hier in Nederland. We organiseren dit met alle partners. Dat zijn de partners Increase, Deploy Tech, Nuvei en natuurlijk Enrise. En met z'n allen maken we er een fantastisch evenement van. We hebben in totaal 50 gasten. En alle gasten proberen we goed met elkaar. In verschillende tafelsessies proberen we die met elkaar de interactie aan te gaan. Want ja, iedereen zit hier natuurlijk hetzelfde schuitje. Dus ze kunnen vooral met elkaar de uitdagingen van het leven van de e-commerce manager met elkaar delen. En we hebben natuurlijk een belangrijke spreker uitgenodigd. En dat is Martin van Kranenburg. Die gaat iets vertellen over de wereld van ChatGPT. En hoe je vooral ChatGPT kan inzetten als tweede brein voor jouw marketingafdeling. Ja, en ik mag hier nu voor de tweede keer zijn. En dat is ook wel leuk. De vorige keer ging het echt over het begin van ChatGPT, promptwriten. Ja, nu zijn we echt de fase verder. Nu gaan we echt je eigen ChatGPT bouwen. Dus je eigen versie, op je eigen data, met je eigen beste teksten. Dus het is veel betrouwbaarder, veel veiliger. En het betekent dat je een soort tweede brein gaat bouwen. En ik zie het echt zo. Je gaat een soort tweede versie van jezelf creëren, of van je team. Waarbij het altijd zo is dat een mens die maakt een ChatGPT. Dus mensen moeten blijven aansturen. Ja, heel leuk, heel gezellig. Een goede groep aan andere gasten. Altijd leuk om te zien dat er, ondanks dat er veel verschillende webshops zijn met hele verschillende producten, diensten, we vaak toch allemaal met dezelfde vraagstukken zitten. En ik denk dat dus samen toch te praten en te kijken wat iedereen zich bezighoudt, dat je toch weer tot leuke inzichten komt. De customer love score is hoog. Het was wederom een heel mooi verhaal van Martin. Weer een hoop opstekers vandaag. Het was goed gezelschap met goede gesprekken en een hele goede maaltijd. Bedankt aan de organisatie. Het is een mooi concept. Mega! Ten eerste onwijs bedankt voor de uitnodiging. Het was een geweldige middag en avond. Heel veel geleerd op het gebied van AI natuurlijk. Het is daar al. We weten dat als ondernemer, maar soms ook wel goed om af en toe even te horen dat je echt veel meer ermee kan. En om dat dan even later te bespreken aan tafel met een hoop ondernemers om je heen en professionals. Dat is een unieke ervaring geweest, zeker weten.